alweer de derde dag in Bieberweer. Het is zaterdag, het weekend is begonnen hier. En we pakken de fietsen op. En we gaan een rondje door het dal maken, want je wil in deze omgeving met fietsen zonder accu niet de bergen in. Dus we gaan door het dal heen fietsen. En ja, je ziet me nu vanaf de fiets van Ronald. We hebben zo'n GoPro standaard op de fiets gekocht. En we gaan eens even uitproberen hoe dat werkt. Dus ja, we zijn zelf ook heel benieuwd naar het resultaat. Maar we gaan nu eerst even richting Bieberweer. Ewald, Legmoos. En ik neem natuurlijk ook weer even op Komoot. Daar was ik eigenlijk van plan, maar... Kijk. Komoot. En dan zeg je opnemen. En dan moet je zeggen dat je aan het fietsen bent. En dan ziet hij precies waar je begint. En dan... nou, nu gaat hij opnemen en dan druk ik hem uit. En dan aan het eind van de dag dan... daar staat de tour online. Leuk, hè? Hey. Okay. Fietsen we dan nu Duitsland binnen? Geen idee. Dan zitten we nu dus aan de onderkant. Vanuit de Oostenrijkse kant kijken we ernaar. Ja. Klopt dat dan? Ja, want dit is de zuidkant. Dat zou kloppen dan als hier rechts staat. In Ewald en Ronald's opa en oma die al heel lang overleden zijn, die zijn hier ook geweest. Dus we vonden het eigenlijk wel leuk om hier door dat dorp heen te struinen. En ja, dan kom je bij de burgermuziek Ewald. En ik denk dat ze hier vast een keer gestaan hebben en daar zo
typisch orkestje hebben staan luisteren. Zeg je? Een bankje. Een bankje? Ah, wat is het? Ja, is goed hoor. Ja, vind ik goed plan. Ik vind het een heel goed plan en ik rust best wat. Nou, we hebben net lekker eventjes een stukje gefietst naar Ewald. En nou, zoals Ellen zei, hè, daar hebben mijn opa en oma hebben daar een aantal jaren vakantie gevierd. En dan moet je zien, dat is misschien wel 50 jaar geleden dat dat hier was. Nou, het zal wellicht anders uitgezien hebben toen. Maar het is wel leuk om er even geweest te zijn. Het heeft natuurlijk uitzicht op de zoekspietsen. En dat was toen de tijd, 50 jaar geleden. Was het natuurlijk wel een ontzettende belevenis, zeker als je uit Nederland komt waar alles gewoon vlak is. Dus ja, zij waren nog niet zo bereisd zoals wij dat misschien zijn. We hebben broodjes gekocht en een jammetje erbij. We hebben een schitterend uitzicht. Eigenlijk wat je achter ons ziet hebben we ook voor ons. En we kijken richting ons dorp, Bieberweert. Daar zijn we inderdaad naar beneden gekomen gisteren. Bieberweert. Bieberweert. What's the name? Zo is het. En we gaan zo meteen naar beneden. Naar dat dorp daar, ik weet niet of dat. Nee, dat zie je niet. Nee, naar Lermoos. Nou. Er zijn een paar dorpen die hier in het dal liggen. En die fietsen we even langs. Het is een beetje bewolkt, maar het is ontzettend warm. Ja. Het is echt heel drukkeld. Rond 2 uur zou het hier 27 graden zijn. Het is nu 1 uur. Ja, precies 1 uur. Maar het is echt, je voelt de vocht zeg maar in de lucht zitten. Wat je noemt een 360 graden view. We zitten in het midden en het is echt schitterend. Er komen af en toe wat fietsers voorbij, we zitten aan een fietspad en het is een soort middelpunt van de vallei. En daar stond een bankje. Ja, dat stond er voor ons. Ellen, welk dorpje is dat? Dat? Ja. Dat is Lermoos. Okay. Thank you.
Deze fietsen waren toch ook goedkoop in Duitsland? Ja. Heb je een kleur? Nee. Dat is een auto of zo. Naar boven. Ja, goedenavond. Nog eventjes een berichtje van mij. We staan hier natuurlijk in, op de camping. En hierachter zie je natuurlijk nog de Zugspitz die gewoon heel helder is. Maar je hoort het misschien op de achtergrond. Er komt slecht weer aan. En het ziet er wel heel mooi uit. Moet je kijken, dat komt eraan. Dus we hebben net onze spulletjes eventjes ingepakt. Alles is waterdicht, hopelijk. maar op de achtergrond is het behoorlijk aan het bliksemen. Er is ook opeens een hoop beweging op de camping. Iedereen is druk bezig met de boel dicht aan het doen. Even kijken. Best wel leuk. Ja. Ik hoop alleen niet dat we hagelstenen krijgen van een kilo per stuk. Want dan was dit het laatste beeld van een hele mooie camper.